Doesburg, dinsdag 3 april 1945. Iedereen is uitgeput van de doorstaande eerste nacht van krijgsgeweld, waarin Doesburg onder Canadees granaatvuur heeft gelegen. De Doesburgers verkeren in angstige spanning. Wat zal deze dag hun brengen? Een deel van de Dremse dijk wordt door Duitsers opgeblazen, waardoor een groot gat in de weg ontstaat. Verder blijft het rustig, totdat tegen 5 uur in de middag een enorme knal wordt gehoord. De Duitsers hebben de betonnen brug naar Angerlo opgeblazen. De glasschade, vooral in de winkelstraat, is enorm. Het is de aanloop naar een nacht vol geweld. In de Koetsveldstraat heeft een familie de voorafgaande nacht op de huiskamervloer doorgebracht, kennelijk in de overtuiging dat je bij een granaatinslag beter beneden af bent dan boven. De familie viert zelfs de verjaardag van de moeder met een kopje thee en een koekje bij een oliepitje. In de nacht van 3 op 4 april, als de intensiteit van de beschieting toeneemt, daalt de familie in de kelder af. We zullen hopen dat het ochtendlicht verlossing biedt, schrijft een zoon in zijn dagboek. Hij meldt ook nog dat de kleintjes rustig liggen te slapen. Tegen middernacht neemt het gieren en fluiten van granaten over de stad toe, met af en toe een hevige slag als een granaat in de stad terechtkomt. Daartussendoor het korte, hevige, nijdige knallen van Duits geschut. Steeds meer granaten slaan in de stad in. Men hoort glas rinkelen en puin naar beneden storten. Voltreffers slaan in op de daken van de huizen aan de Herenstraat. De Veerpoortstraat wordt zwaar beschadigd, er vallen doden. Het duurt en duurt maar voort. Maar dan, om 7 uur 's ochtends, wordt het eindelijk stil. Een stilte die bijna pijn doet aan de oren.